you call. Hallo allemaal, daar zijn we weer van Finding a Better Way to Live. We zijn op weg naar Kees Mastenbroek om te gaan kijken naar campers. Ja, we hebben een spannend nieuwtje. We willen graag naar Portugal trekken om eco-initiatieven te gaan bezoeken. En in dit filmpje gaan we jullie 7 redenen vertellen waarom we dat willen. Wat is de eerste reden? De eerste reden is omdat wij niet willen vliegen. Vervuilend. En Oscar, wat is de tweede reden? Dat het lekker warm is in Portugal en niet zo getsie-baffies koud als hier in Nederland. Gaan we in het zonnetje liggen de hele dag, luieren? Nee, Oscar. Nee, ook een beetje. Oké, meneer Kees Mastenbroek gaat ons nu laten zien hoe deze slaapbank uitgeklapt kan worden tot een heerlijk bedje voor mij om uit te proberen. 1, 2, 3, schuiven. Wow. Oh. Ik was bijna weggezakt. Wij hebben echt bijna de meeste kennis. En wij denken tot in de treuren mee dat het net zo lang dat het is zoals jullie willen. Hilde, wat is de derde reden? Omdat er dan een bagagerek achterop past waar ik dan mijn fiets achterop doe. Zodat ik ook lekker kan fietsen in Portugal. Oh, dan kan ik lekker in mijn eentje in de bus crossen. De vierde reden is dat er in Portugal heel veel eco-initiatieven zijn. En die willen wij gaan bekijken. Hilde, we zijn nog bezig. Je mag je nu nog niet verstoppen. Reden nummer 5. Is omdat we dan zelf dingen kunnen leren wanneer we als vrijwilligers meewerken op die plekken. Spierballen kweken. Heb jij wel nodig. En wat vind je van dit hele camperbekijkverhaal? Ik vind het heel leuk. Ik vind het ook gezellig met Kees. Ik ga even testen of ik hierin pas. Er zit nog geen vloertje in deze camper. En dus mijn hoofd raakt nu het plafond al. De zesde reden is dat wij in de camper een mobiel kantoor kunnen maken om de filmpjes te editen die wij met jullie allemaal gaan delen. Ja, een kantoor, Hilde. Noem het beestje maar bij de naam. Dat is het punt waarop ik ga fietsen, toch? En wat is de laatste reden? El motivo más importante. Eu gosto de falar português de novo. E você, Oscar? Gosto de falar português. Je ne pa. Help. Wij proberen binnen de komende weken een camper te gaan vinden. Heb je daar enorm goede tips voor? Waar moeten we zijn? Heb jij een camper in de schuur die je kwijt wil? Verkoop hem aan ons voor een lief bedrag. En als je geen camper hebt, dan kun je onze avonturen volgen door je te abonneren op ons YouTube kanaal, deze video te liken, ons te volgen op Facebook, een comment achter te laten. Ah, oh, je kan zoveel leuke dingen met ons doen. Nee. Tuurlijk, leuk als je ons volgt, maar ga nu lekker je computer dicht doen en naar buiten. Maar wel even op like klikken. Oh, ik vind het fijn een dikke knuffel te geven. Zullen we dat doen? Ja. Oké.